Succes. Hallo iedereen, welkom bij de meest verschrikkelijke show op het internet, Snoep, met Jan Apeldoorn. Dit is echt. Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar goed, dus dit is de meest verschrikkelijke show op het internet voor jullie. Voor jullie. Want wij gaan snoep eten. En jullie mogen gaan kijken. Wij gaan snoep eten uit het buitenland, wat jullie niet kunnen waarschijnlijk, aangezien jullie niet in het buitenland wonen. Maar wij laten zien of je het snoep beter wel kunt kopen of niet kunt kopen in deze show. Hier zijn een paar clips van de vorige keren. Geef aan mij! Wait for it. Here it comes. Almost there. En de dingen die wij vandaag gaan eten komen nu in beeld. Het zijn een soort van best dingen. Ze heten Kostiki. Eentje heet Ovosne. Eentje heet Gapstopper. En eentje is het onbekende muisdoeding. Onbekend muisdoeding! Namelijk snoep van Captain Candy. Een Tsjechische winkel waarin ze snoep voor ze kopen. Oké, dus we gaan natuurlijk beginnen met de eerste pers. De enige echte pers rip-offs. De Kostiki. Ik maak het zakje open. Er staat een man op, waar Pedro op staat. Dus ja. En ze zien er een beetje anders uit. We nemen van elke één. Ze ruiken naar hagelslag. Iets van, je weet hoe van de ruiten. Vruchtenhagel. Vruchtenhagel, ja. Die zijn niet alleen van de ruiten, Jan. Ja, maar daar doen ze me wel aan denken. Maar goed, we nemen van elke kleur eentje. Dat is dus geel, oranje en roze. Roze. Hey, alle drie naast elkaar. Oké, we nemen eerst de gele. 3, 2, 1. Die kunnen ze op zich wel lekker. Nasmaak is bitter. Dus de nasmaak is echt bitter. Oké, we gaan verder met de volgende. Deze is meteen een beetje bitter, maar je proeft meteen de sinaasappel erin. De rode is gewoon buitengewoon vies, vind ik. Ik vind dat het lekkerste. Maar die vind ik alsnog vies hier. Oké, dus voor ons, wij zeggen aanraden dat deze, de Kostiki, kun je beter niet kopen. Behalve als je een beetje van bitter houdt. Ja, oké. Goed, mag ik deze openen? Oeps. Goed gedaan. Fleur mag deze openen en ik deel eventjes goed uit. Oké, de volgende, dat zijn gewoon een soort van Nimtzwaai rip-off. Jullie kennen vast wel Nimtzwaai. Oké, we nemen er twee verschillende. We gaan nu verder. We gaan nu beginnen met roze. Oké. We gaan onze beurt er eentje nemen. Hey. Laat ik er mijne tussen. Oh, serieus? Sorry. Oké, hoe smaakt het? Heeft aardbeien smaak. Oké. Ik vind hem erg lekker smaken. En hoe zit het aan de binnenkant? Als je het buiten, is het gewoon. Het is er ook echt, hoe heet dat ding? Een vloeistof. Hartstikke hard. Oh ja. Nou, even naar de groene. Het heeft een appelsmaak. Het is niet zuur. Ja, en aan de binnenkant zit inderdaad een vloeistof. Nu iets waarvan ik denk dat het citroen is. Ja, citroen. Ik neem er nog eentje, want de rest gaat er voor schoon. Ik bewaar deze. Kers? Ja. Dat is maar leuk. Oh. Nee. Geen kers. Dat is... rode biet. Rode biet. Ja, rode bietjes maken. Dus, de volgende.
is zijn gobstoppers. En er staat bij jawbreakers that change colors and flavors. Oftewel, jawbreakers, of eigenlijk kaakkrakers, die zowel kleuren als smaken veranderen. Een kamergenoot van mij, of nou eigenlijk geen kamergenoot, een vriend van mij, die had dit al geproefd en diegene vond het heel erg lekker. Dus, ja, laten we gewoon even beginnen. Hey. Oh, gat. Wat? Watermeloen. Puur heeft watermeloen. Maar het maken verandert ook eigenlijk echt. Blueberry. Het is op zich wel lekker. Ik vind het heel lekker. Behalve de watermeloen. Kijk, als jij nou alle watermeloen eruit haalt en dan mag ik de rest, dan zou ik heel fijn vinden. Ik dat niet doen. Maar goed, de gobstoppers, koop ze, want ze zijn heel erg lekker. Ja. Of koop ze niet, zodat wij je meer hebben. Oké, en nu, last but not least waarschijnlijk, Captain Candy. Een vriend van ons, Noah, die heeft eigenlijk een vriend van mij, Noah, die heeft allemaal verschillende soorten snoep samen met Rachel ingepakt. En wij gaan ze proberen. Het zijn steeds twee van elke holy chips. Kijk dit. Oh, dat wordt niet te leuk. Kijk dan nog wel deze. Welke wil jij? Deze. Blauw. Oké. We gaan nu als eerste deze doodskop eten. Oké, deze wordt voor mij. Dit is wat ze er allemaal in heeft gedaan. Grappig. Nu hebben we kogels. En doodshoofden nog meer. En we hebben een grote squid die wij gingen verdelen. Oh, kijk hoe schattige ogen deze heeft. Iedereen één pizza. Stukje. Oké, we gaan beginnen met de squid. We gaan beginnen met de squid. 3, 2, 1. Met een beetje naar kauwgom of zo smaken. De onderkant is niks voor mij. Maar op zich wel lekker. Ik wil eerst deze doodshoofd eigenlijk. Deze lijkt mij het lekkerst. Mij lijkt mij deze doodshoofd helemaal niet lekker. Mij heel erg. 2, 1. Ik heb geen idee hoe je pizza eet, want ik hou er niet van. Fleur haat pizza. Nou, het smaakt gewoon eigenlijk naar normale pizza met snoepjes in Nederland. Hé, we gaan dat nog niet. Chocola. Ga eerst even. Oké, 3, 2, 1. Ja, zit iets in. Oh, er zit ook een jelly in. Jelly pudding! Oh, gatver. Of chocolade-ei. Of chocolade-ei. Pas voor deze. Chocolade-ei. 3, 2, 1. Ik hou van deze. Deze is echt lekker. En gewoon ei met chocolade erin. Dat is naam ei. Oh, en er zit een nootje in. Noot, waarom verpest je? Oké, 3. En? Oh, verdorie. Dit is trouwens cola smaak. Echt? Mm-hmm. Hoe heet dat? Heb ik al eerder gehad, dus ook in Nederland. 3, 2, 1. Wauw. Ze doen zich voor. Of dat cola ding. Maar stiekem is chocola. Maar het is wel grappig. Dat ze dat zo hebben van. Noot. En nootje. Oké, en als laatste. Last and hopefully not least. Deze. Doodshoofden. Oké. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Het is gewoon zo dik en zo. Moet je afvragen van waarom? Waarom bestaat dit? En waarom? Lukt het? Conclusie. Ik ga nooit meer Tsjechisch snoep eten. Behalve als het deze zijn. Fleur. Ging je oud? Nee, in een momentje. In dit of in dit? Nee, maar ja. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Laat een like achter. Is het niet zo? Geef een dislike. Abonneer voor meerdere video's. En gelukkig, dus wij zijn weer terug op Jan Apeldoorn voor nu. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video iedereen. En ik zie jullie de volgende keer.
Tot ziens. Doei. Zeg doei doei tegen. Nee! Doei doei. Het snoep.